want er zat alles in. Je had een pet op en een karate kick. Dus in die zin... Je wilde nog even op door hebben, ja. Denk ik. Je moet een middel vinden om de tegenstander te verslaan. En dat is iets waar je continu mee bezig bent. Dat zie je ook, je komt met 1-0 achter. Dat zei ik ook tegen de jongens. Er zijn een aantal dingen die je in de hand hebt en een aantal dingen niet. Nou, een aantal dingen zoals je, wat je eigenlijk niet in de hand hebt, is de beslissing van de scheidsrechter. Ik zeg, blijf weg uit de frustratie. Want je weet dat ze gaan tijd trekken. Je weet dat op het moment dat je daar over zeg maar, gefrustreerd raakt, dat komt het niet ten goede van je spel. En daarin moet je heel stoïcijn zijn. En wat ik zeg, wij moeten ook daarin altijd weer kijken van hoe kunnen we tegenstander verslaan. Ja, vandaag moesten we dan net een andere omzetting doen tegen RKC. Ja, dat is misschien niet vanuit de klassieke 4-3-3, maar ja, voetbal verandert, hè, dat verandert snel. Er komt vertrouwen in de ploeg. En dat is ook, dat zie je ook vandaag, hè, ook een compliment voor de jongens die erin kwamen. Die hebben ook een absolute bijdrage geleverd. En dat is ook iets wat we als collectief moeten doen. Dat is iets waar ik vanaf dag 1 op hamer. Het zijn niet alleen de spelers. Hè. Het is de totale staf. Het is iets wat je samen... Kijk, je moet elkaar in elkaar sterktes brengen. Hè. Het is heel, daarin moet je elkaar in elkaars kracht brengen. En dat is iets, als je het seizoen begint... Of je nou van de medische staf bent, of van het science-team bent, of performance bent. Je moet het gezamenlijk doen. En dat zie je ook, dat iedereen daarin ook een bijdrage moet leveren. En nou, vandaag zag je dat ook met de wissels. En dan zie je natuurlijk ook de blijdschap. Dat zie je natuurlijk ook, dat zien jullie niet, maar in de kleedkamer. En ja, en dat zijn wel dat zijn mooie dingen. Dat zijn ook de mooie dingen van de sport. Kudus ging naar, ik denk dat het bekende van hem waren. Yeah. Die jongen had een pet op, ja. Soms wil je dingen ook niet verklaren, is gewoon maar je hebt wel wat teruggegeven, ja, of zit hij in de tas? Ja, gelijk. Het was wel een dure pet, volgens mij. Okay. Ik denk dat hij wel boos op me was als ik hem had meegenomen. Okay. Nou, dankjewel. Mijn zoon had een toernooi in België. Dus mijn vrouw die is heen en weer gereden. Ik heb vanmorgen ontbeten met de oudste. Ja, dan rij je hier naartoe. Ja, dan is het toch een heel trots moment. Op het moment dat je alleen je auto al neerzet op de plek van de hoofdtrainer. Op het moment dat je hier doorheen loopt, ja, dat zijn momenten. Ik moet zeggen, ik had het met Miel erover. Ik moet binnenkort even langskomen om een rondleiding te krijgen. Want ik ken nog niet elke kamer hier. Dus voor mij was het ook de eerste keer eigenlijk als trainer hier van Ajax. Ja, dat zijn dingen die nieuw zijn. Maar het zijn wel dingen waar je trots op bent. En tegelijkertijd weet je ook dat je vandaag moet presteren. Hè, het is op het moment dat je binnenkomt wandelen, ja, dan worden de statistieken om je oren geslagen. Ja, oktober, laatste wedstrijd. En ja, daar kan ik niet zoveel mee. Ja, het gaat om het nu. En daarvoor was ik wel heel erg blij. En met name ook, als je ziet dat vertrouwen terugkomt, met name met de tweede helft. Naar die assist van jou gaan, want dan geef je die assist. Maar na die assist juich je eigenlijk ook bijna alsof het een goal is. Hè? Ik zie een soort enorme karatekick. Voelt dat voor jou ook zo? Assist, even leuk als scoren? Ja, ook 3-1, wedstrijd in het slot. Gewoon belangrijk voor het gevoel om te winnen. En... Ja, je staat 0-1 achter met rust, 1-1, 2-1 blijft best lang uit. Ja, je weet niet welke kant gaat het op. En het zou gewoon zonde zijn om in de reeks waar we nu zitten, als je RKC dan gelijk speelt. Weet je? En dan is het gewoon ontlading. Is gewoon, ben je blij voor mezelf, maar voor het team, voor Ajax, dat we gewoon dit doortrekken, zeg maar. Ja, want er zat alles in. Je had een pet op en een karate kick, dus in die zin... Je wilde nog even op doorgaan, ja. Denk ik. Ja, dit is echt mijn... Ja, hoe krijg je opeens een petje op je hoofd? Ik vind dat toch wel... Is toch wel prachtig. Tadic is sterk aan de bal. Kudus is sterk aan de bal. Brobbey is ook heel sterk aan de bal. Maar als je nou moet kiezen, wie is nou het sterkst van die drie? Zo. Dan noem je er wel drie op, ja. Ja. Dat wel de drie... moeilijke keuze. Denk Kudus in de dribbel uiteindelijk. Dusan in de bal vasthouden met de rug naar de goal. Ja. En dan denk ik schouderduw ga ik dan voor Brobbey. Ik heb hem dan mooi ingevuld. Ja, nee, heel goed. Dankjewel.